Leuk dat je kijkt naar deze vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben journalist. Ik schrijf over popcultuur en strips. En vandaag wil ik het met jullie hebben over Batman. Maar specifiek over Batman uit 1989 van Tim Burton. Wat je hier ziet is een snelhechter. Ook een dossiertje wat ik in de tijd heb bijgehouden toen de film uitkwam. Ik was toen zelf 12 en ik dacht, dit is een hele belangrijke film. Het was de eerste film die ik in mijn eentje, samen met een vriend eigenlijk, in de bioscoop zag. En die film had zo'n impact op me. Ja, daar moest ik gewoon dingen van verzamelen. En dat heb ik ook gedaan. Dit is een oude special van Scope. 13 oktober 1989 ging hij in première. En een dag daarna zag ik de film in Horen in de Winston. Nee, Victoria moet ik zeggen. In de Victoria. Dus toen, de 13 oktober was toen nog donderdag. De films gingen in première op donderdag. Kijk, de soundtrack van Prince. Door Batman ben ik ook in aanraking gekomen met Prince, wat later nog echt een grote held van me werd. Nou, Jack Nicholson natuurlijk. Dat vind ik ook wel leuk. Van Baldekijn boeken werden wat. Er was een advertentie met de strips daarin die op dat moment speelden. Death in the Family zie je hier. Waarin Robin kaart wordt afgemaakt. En Return of the Dark Knight, oftewel Dark Knight Returns van Frank Miller. En natuurlijk The Killing Joke. Ook jaar 1 en 2 en de strip special omtrent de film. Nou, dat is heel erg grappig, vind ik. Mr. Badge, ik weet, dat bestaat denk ik niet eens meer, maar ik heb nog wel ergens een button van deze reeks. Dus dat is wat je dan zag, hè, voordat de film uitkwam. In de bioscopen, zeg maar. En dan maanden daarvoor werd je al lekker gemaakt met de promotiecampagne natuurlijk van Batman. En toen kwamen uiteindelijk de recensies zoals Batman is van plastic. Nou, dat klinkt niet echt best van het AD-kunst. Hoofdpersonage krijgt te weinig kans om de held uit te hangen. Door Ab Zacht. Nou, dat is wel een beetje waar, Ab. Daar heb je wel gelijk in. Wel een mooie foto trouwens. Nog een artikel. Jack Nicholson's Joker, hè, virtuoos. Nou, dat is ook zo. Ik dacht echt toen ik dat zag van wauw, dit is dé rol voor Jack Nicholson. Heath Ledger is trouwens ook een fantastische Joker, maar dat wisten we toen nog niet. Ja, Batman, dit is ook wel een leuke. Batman op stap met liefje van de Joker, Jerry Hall. Die zit ook in de film. En dit is een promotieding. En dit vond ik heel erg grappig. Ik weet niet precies uit welke krant dit komt. Dat heb ik niet genoteerd. Een Utrechtse kapper legt de laatste hand aan het kapsel van een Batman-fan. Die nu moet oppassen dat hij niet alsnog op zijn achterhoofd valt. Het schijnt storm te lopen voor het brandmerk van de filmheld. Volgens de fans ben je in één klap Bat-macho. Volgens de ander sta je maanden voor Joker. Ja, een leuke, flauwe woordspeling. Maar dat moet ook kunnen. Want in die tijd namen we de films over strips. En strips helemaal niet zo serieus genomen ook. Batman verovert Horen met films en acties. Nou, ik woon in Horen. Daar heb ik ook nog wat dingen van laten zien. Ik heb dit promotieteam dus niet gezien in de tijd dat ze rondreden die middag in Horen. Dat is jammer, maar de artikelen heb ik er wel van. Van bewaard. Deze vind ik ook heel grappig. Batman die er langs loopt en die kom je op straat tegen. En best wel een goed kostuum ook trouwens wel. Zeker voor die tijd ook. En veel geld en moeite is eraan besteed. Dit was een stuk in de VPRO. Nee, dit is het VPRO-gids. Dit is natuurlijk de Veronica-gids. Ik weet niet of de VPRO-gids daar toen aandacht aan besteedde. En het is alweer grappig, er wordt gezegd van Jerry Hall was de vriendin van Mick Jagger. In de film speelt ze het liefje van de Joker. En we zaten er helemaal niet bij, dus dat ze gewoon eigenlijk fotomodel was. Dat is natuurlijk veel belangrijker dan met wie ze slaapt. Jongens, toch. Pauze. Dat magazine wat je vroeger op school kreeg. Ook wel tof, met allemaal bad gadgets. Ik ben benieuwd of die dingen nou tegenwoordig op Marktplaats ook veel geld opleveren als mensen die hebben gekocht. Boek van de film heb ik ook. Nog meer bad t-shirts en zo. Oh man, echt iedereen liep in Batman kleding rond. Het was toen opeens cool even om soort van Batnerd te zijn. Het was helaas daarna heel snel weer over. Maar tegenwoordig is het gelukkig wel weer cool om Batnerd te zijn. Ik wil je nog één ding laten zien. Dat is ook wel leuk. Dit is een ander artikel uit. Deze wel uit. Nee, ook uit de Veronica. Is dat toen Batman op de VPRO werd uitgezonden. De Adam West versie. Werd daar ook over geschreven. In de gids. En ik heb die serie toen voor het eerst gezien. Dit is ergens in de jaren 80 is dit.
En ik weet nog wel dat ik als kind nachtmerries kreeg van Cesar Romero's Joker. Dus kun je nagaan dat ik niet zo heel veel. En ik kun je nagaan dat ik niet zo heel veel gewend was als kind in de tijd. Oh, het werd uitgezonden op Sky Channel, zie ik nu. Maar ik kan me ook herinneren dat het een tijdje bij de VPRO werd uitgezonden. Dus hier maar weer, gewoon een oude man. Ik vergeet ook wel eens dingen. Anyway, dit is mijn Batman dossier uit vervlogen tijden. Ik koester dat ding nog steeds. En die film trouwens ook. Wat was jouw film die heel veel impact op je hebt gemaakt toen je jong was? Was dat Batman of was dat een superheldenfilm of iets anders? Laat het me weten in het comment formulier hieronder. Ben ik heel erg benieuwd naar. Tot zover, bedankt voor het kijken. En op naar de volgende vlog, zou ik zeggen.